Welkom bij de presentatie over talentmaximalisatie. Ik ga zo meteen even vertellen wat dat inhoudt. We willen onszelf eerst graag even voorstellen. Mijn naam is René Hoek. Ik ben hier op school docent lichamelijke opvoeding, oftewel gymleraar. Ik geef les aan de onderbouwklassen. Ik moet zeggen dat ik op dit moment met name de bovenbouwklassen transles geef. Dus naast alleen het vak docent LO en onderbouw geef ik ook het vak BSM. Dat is gym als examenvak. Dus je kunt ook echt examen doen in het vak gym op school. Naast mij staat Marieke, die stelt zichzelf ook even voor. Ja, ik ben Marieke Semmerkrat. Ik geef hier het vak muziek. De muziek hier in de onderbouw betekent 3 uur per week in klas 1 en in klas 2 en 2 uur in klas 3. En daarnaast ben ik mentor van een 2 HAVO Atheneum klas. En volgend jaar ben ik weer mentor van een brugklas. Dus wie weet, zien we elkaar weer. Marieke gaat even achter de laptop zitten om de slides klaar te zetten. Ik ga jullie wat vertellen, of wij gaan jullie wat vertellen over talentmaximalisatie. Eerst even, wat is nou eigenlijk talentmaximalisatie? Wat bedoelen wij daarmee? Daar bedoelen we eigenlijk mee, hè? Iedereen heeft talenten. Wellicht ken je je eigen talenten al wel. Ben je heel goed in voetbal of een andere sport? Of kun je piano spelen? Dus er zijn een aantal dingen die je wellicht al wel weet. Maar er zijn ook nog een heleboel dingen, een heleboel talenten van jezelf, waarvan je eigenlijk zelf nog niet eens weet dat je ze hebt. En we gaan je proberen hier op school die te laten ontdekken en dat je daar ook wat verder mee kunt. Ik ga even wat vertellen over talentmaximalisatie binnen de lessen. Marieke die vertelt straks iets over de talentmaximalisatie buiten onze lessen, want daar zitten de talentprogramma's in. Maar even, hoe ziet dat een beetje uit binnen onze normale lessen? Ik weet niet of jullie al wat filmpjes hebben gezien binnen Studio Twickel, worden ze nu ook elke keer afgespeeld, die zijn ze net al afgespeeld. Een filmpje van meneer Palsrok, Gijs Palsrok, Engels docent hier op school. Die geeft het eigenlijk ook heel mooi weer. Hij heeft een eigen website. Daar is heel veel instructievideo te vinden. Dus, filmpjes of extra uitleg. Allerlei extra opdrachten die er zijn. Maar goed, in zijn les, en dat geldt ook voor andere vakken, kun je keuzes maken. Vind je een stukje grammatica heel erg moeilijk? Dan kun je ervoor kiezen om tijdens een les, er zijn lessen soms die daarvoor ingepland zijn, kun je wat zelfstandiger werken. Kun je zeggen, ik vind die grammatica lastig, ik ga online daar zelf mee bezig. En het kan ook zijn dat je zegt, ik wil graag van de docent wat extra uitleg krijgen. Maar op die manier kun je dan je eigen keuzes maken. Nou goed, we hebben heel veel lessen, theorie, waarin je gewoon de uitleg krijgt van de docent, krijgt ook iedereen. Maar daarnaast kun je dus af en toe keuzes maken. Dat wordt wat praktisch gedaan en je hebt wat praktijkopdrachten bij scheikunde, bij biologie, bij natuurkunde. En dan kun je keuzes maken. Dus je hebt wat praktijk, moet je uitwerken en dan kun je zelf kiezen van hoe ver ga ik daarmee? En daar zit wat ruimte in. Er zit wat verschil in tempo, in de snelheid dat dingen gaan. De ene die heeft wat tijd over, die kan dat wat anders doen. Terwijl de reguliere leerling, terwijl jij wellicht nog bezig bent met gewoon alleen maar datgene doen wat nodig is, terwijl iemand anders al wat extra's doet. Dat is even gewoon helemaal binnen de lessen. Dus daar probeert de docent echt het verschil te maken van een leerling die het al wat begrijpt. Die mag wat extra's doen, die kan wat extra's doen. En iemand die nog wat moeite heeft, die kan wat extra uitleggen. En dat kan zijn dat het online is, dus digitaal. Dat kan zijn dat de docent het uitleg heeft. Het kan zijn dat je wat voor thuis mee kunt krijgen om wat begeleiding te krijgen. En daarnaast nemen we deel aan de Olympiades. Dat zijn wedstrijden, dus echt in wedstrijdverband bezig zijn met het vak. Doen we bij aardrijkskunde, doen we met biologie. Wiskunde, dat zijn de 3 vakken waar we op dit moment de wedstrijden zijn. Ik als schildocent zeg ik dan altijd, je hebt het Nederlands kampioenschap, je hebt een wereldkampioenschap. Het begint eigenlijk op school. De wedstrijd vindt hier op school plaats. Je maakt een toets, je krijgt een aantal vragen. Dat wordt nagekeken. En dan krijgen we daaruit, wie heeft de toets als beste gemaakt. Op het moment dat jij de toets maakt, maken heel veel andere kinderen in Nederland maken op die toets. Die resultaten worden ook bekeken en dat wordt dan gedeeld bij de landelijke organisatie. En daar komen dan de beste uit. En behoor jij bij de beste 12, beste 15, beste 20, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar bij adressen bijvoorbeeld is het volgens mij de beste 12. Dan ga je later in het jaar bezig met die beste 12 en doe je eigenlijk weer een wedstrijd. Dan ga je theoretische vragen krijgen, je moet praktische dingen doen, je moet dingen ontwerpen. Dus dan wordt het wat breder. En de winnaar van die dag, de beste 4, die gaan naar het wereldkampioenschap. Dus dan mag je ergens in de wereld, adreskunde 3 jaar geleden, natuurlijk even uit mijn hoofd hebben we leren hier gehad,
Die mocht meer naar de wereldkampioenschap, dus de grote wedstrijd. En die ging naar Hongkong, samen met 3 andere leerlingen hier uit Nederland. Samen met begeleiding. En dan doe je mee, dan ben je dus op het moment dat je in Hongkong bent, doe je mee aan de wedstrijd. En dan strijd je daar dus tegen allerlei andere landen. Wie is de beste? Dus vind je een vak bijvoorbeeld leuk, dan kan het best zijn dat je nou ja, kun je daarin ontwikkelen. Dan kan ook zijn dat je eigenlijk helemaal niet weet dat je goed bent in wiskunde. Maar door die Olympiade kom je tot de conclusie dat je eigenlijk bij de beste van Nederland hoort. Nou, hoe leuk is het om dat soort dingen te ontdekken? Hebben we nog even A+ programma. Zit je Atheneum, dan kun je Atheneum, Atheneum Plus. Dan kun je kiezen voor Atheneum Plus programma's. Dat betekent eigenlijk dat je een aantal lessen minder volgt. Dus je hebt je reguliere lessen, ik zeg even Nederlands, 3 uur in de week. En jij bent heel goed in Nederlands, dan kies je er bijvoorbeeld voor om te zeggen, ik ga niet 3 uur Nederlands doen in de week, maar ik ga maar 2 uur doen. Dan hou je een uurtje over. Dat uurtje moet je wel bezig zijn met je A+ programma. Dat kan zijn, hè, duurzaamheid. Klas 2 zijn ze bezig met het project het verduurzamen van een start. Dus hoe zorg je ervoor dat de start duurzamer wordt? Vorig jaar hadden we in klas 1 leerlingen die dynamo hebben ontwikkeld zelf. Krijg je je fietslamp aan de branden met een dynamo, kan dat zelf ontwikkelen, hoe zit dat dan? Dat betekent dat je het in onderzoek moet doen, dus je moet gaan onderzoeken, je moet het uitwerken, je moet het daadwerkelijk gaan maken, je moet het presenteren. Nou, er komen heel veel andere dingen aan bod die je wellicht leuk vindt en waar je gaat ontdekken, hey, daar ben ik best wel goed in. Daarnaast hebben we al die dingetjes die tijdens de les plaatsvinden. Aanvulling erop is misschien, wij zijn een, ja, noemen we topsportvriendelijke school, sportvriendelijke school. We zijn geen loodschool, dus misschien heb je het nieuws gezien afgelopen weekend. De Groenewoud is wereldkampioen geworden met schaatsen bij de junioren. Ja, dat is een leerling van op school. Wij proberen dat dan te faciliteren, dat je wat ruimte krijgt om je sport te beoefenen. Die is daarin een heel mooi voorbeeld. Die heeft wat ruimtebeeld op school gekregen en die is nu wereldkampioen schaatsen junioren. Fantastisch, zijn wij ook eigenlijk heel trots op dat we een leerling hebben die dat kan presteren. Ook daarom bieden we ruimte om je talenten te ontwikkelen. Dat was eigenlijk even een beetje binnen de les. De laatste is misschien een beetje buiten. Daar had misschien Marieke mal kunnen vertellen, maar heb ik nu gedaan. Marieke gaat jullie even wat vertellen over de talentmaximisatie binnen de lessen. Buiten de lessen. Buiten de les, sorry. Ik binnen de lessen, ja, sorry. En dan beantwoorden aan het einde even de vragen. Ja. Ja, dan zie ik jullie zo meteen nog even weer. Goed, René heeft net wat gehad over de talentmaximalisatie binnen de lessen. En ik ga het hebben over de verschillende talentprogramma's die wij aanbieden. En alle extra dingen die wij naast het reguliere programma hier op Twickel aanbieden. Nou, de talentprogramma's waar je voor kan aanmelden, dat zijn, die staan hier ook heel mooi op de dia. Twickel Talent Sport, Kunst en Techniek, Dans en Muziek en Theater. Deze talentprogramma's, daar kun je je voor aanmelden. Dat is niet verplicht, dat is een keuze. Dus naast het reguliere programma, het vaste rooster wat je volgt in de week, kun je zeggen, ik wil meer verdiepen in muziek. Dan kun je zeggen, weet je, ik bel me daarvoor aan. En dan na de reguliere lessen kun je die talentprogramma's volgen. Die zijn meestal van 2:30 tot 4:00 middags. En die zijn dan vaak op maandag of vrijdag. Ik kijk even naar René. Sport is altijd op. Je noemt het niet, maar die is dit jaar op dinsdag. Kijk, die is dinsdag. Ik weet ook dat het vorig jaar was op vrijdag. Dus het is ook een beetje lastig om het rooster van volgend jaar te bekijken. Maar het is in ieder geval na schooltijd van 2:30 tot 4:00. Twickel Talent Sport, wat doe je daar? De sporten die je eigenlijk tijdens de reguliere lessen niet beoefent, die kun je dan daar wel beoefenen. Je gaat een stukje verdiepen, dus speltactieken bespreken, kijken wat de rol van de scheidsrechter is. Een stukje organisatie komt erbij. Dus wil je meer daarvan weten, wil je daarin verdiepen, dan kun je daarvoor aanmelden. Twickel Talent Dans werkt met een externe partner. Wij werken met X-Dance uit Hengelo. Fantastische dansers daar die met onze leerling aan de slag gaan. Kunst en techniek. Daarvoor doe je een project bij Lara Vos. Dat is een kunstenares hier uit Hengelo. Daarvoor ga je ook buiten de school. Ga je naar het atelier van Lara Vos. Dan maak je echt waanzinnige mooie projecten. Mooie werkstukken. Wordt altijd goed ontvangen door onze leerlingen. Dat is echt een bijzondere talentprogramma om te doen. Ik geef zelf ook het talentprogramma Muziek en Theater. Dit jaar werken we aan een grote productie. We zijn bezig met een musical.
Dat is echt een grote productie. We doen het stuk van het Rotterdam Theater. Lang en gelukkig. Daar hebben we een eigen bewerking van gemaakt. We werken samen met het Twentioog Symfonieorkest. Ook een externe partner die een deel van de muziek voor de rekening neemt. We werken met professionele muzikanten die ons ondersteunen. Leerlingen van ons verzorgen het decor. Dus een groep leerlingen die de techniek verzorgt voor de musical. Het is eigenlijk een project door en voor leerlingen gemaakt. Nou, we werken ook collega's aan mee, zijn ook docenten die hier aan meewerken. Echt een grote productie die we eens in de twee jaar doen. Meld je nou aan voor muziek en theater, dan heb je komend jaar dus geen musical, omdat we dat dit jaar zeg maar afsluiten. En dan gaan we aan het werk met verschillende disciplines. Dus een aantal modules die wij aanbieden bij muziek en theater. Dan zul je zeggen, ja, die modules, daar zit toch geen theater bij? Nou, we gaan het aan het eind van de periode gaan we het wel afsluiten met een voorstelling. Dus het presenteren van de verschillende modules, dat valt dan onder het theatergedeelte. Nou, weet je, de modules die we aanbieden, dat wil zeggen dat je bezig gaat met toetsen, dus piano of keyboard, gitaar, basgitaar, zingen. En met EDM, Electronic Dance Music, een stukje produceren, daar zijn we hier ook mee bezig op Twickel. Dus lijkt je dat nou te gek en bedenk je bij jezelf, nou daar wil ik wat over leren, daar wil ik mee aan de slag, dan kun je daarvoor aanmelden. Moet je daarvoor noten kunnen lezen of moet je daarvoor al muziekles hebben gehad? Nee, dat hoeft niet. Je mag je aanmelden als je denkt, dit wil ik leren. Het doel van onze talentprogramma's is ook dat je ontdekt wat je leuk vindt en waar je goed in bent, wat René ook al zei. Dus je hoeft er al niet goed in te zijn, je mag je overal voor aanmelden. Het is ontzettend belangrijk om dat eventjes te benoemen. Nou, naast de talentmaximalisatie in onze talentprogramma's hebben wij natuurlijk nog veel meer op Twickel wat je talent kan, hoe je talent kan ontdekken en kan laten zien. Studio Twickel is daar een fantastisch voorbeeld van. Een studio opgezet door leerlingen, waarbij leerlingen in de pauzes optredens kunnen geven. Er worden uitzendingen gemaakt. Nou, het Open Huis Online is een mooi voorbeeld. Er zijn een grote groep leerlingen die hier aan meewerkt en die dit allemaal mogelijk maakt. Dus echt te gek. Compliment voor Studio Twickel. Daarnaast hebben we nog een debatclub, een leerlingenraad. We hebben een eco-team. De musical heb ik al iets over verteld. En wat nog bijzonder is, nog een externe partner waar we mee samenwerken, is het Conservatorium Artes in Enschede. Wij bieden hier op school een vooropleiding aan. Dus ben je nou veel bezig met muziek en bedenk je, goh, na die brugperiode en na de onderbouw, ik ga de bovenbouw in, ik kies muziek als eindexamenvak, ik wil hier echt mijn werk van maken. Dan kun je ervoor kiezen om de vooropleiding van Artes te gaan doen hier op Twickel. En je krijgt een ondersteuning voor de auditie die je moet doen om toegelaten te worden tot het conservatorium. Goed, de andere dingen die wij organiseren hier op Twickel zijn voorspeelavonden. Elke jaarlaag heeft een voorspeelavond. Dat wil zeggen, we hebben veel muziek hier op Twickel. In de eerste en tweede klas krijg je 3 uur per week muziek. Daar zijn we echt bezig met popmuziek, met het spelen op instrumenten, met zingen. En wat je dan instudeert in de lessen, dat laten we zien aan je ouders, aan opa's en oma's, aan vrienden, vriendinnen. En kan je eigenlijk iedereen uitnodigen om te laten zien wat je hier op Twickel doet. In maart hebben wij bijvoorbeeld de eerste voorspeelavond voor klas 1. En laten wij per klas 3 stukken horen die we hebben ingestudeerd in de les. Echt te gek. Het zijn altijd mooie avonden. Nou, ik heb al iets verteld over de samenwerking met het conservatorium. Wij werken met het Artes Conservatorium. We hebben hier studenten die studeren voor de opleiding docent muziek. De eerste en tweedejaars studenten komen elke week op Twickel. En zij leren in de praktijk hoe je muzieklessen moet verzorgen. En zij organiseren ook 2 bijzondere avonden. Eén daarvan is Twickel in Concert. Dat is een talentenshow. En de andere project, en dat is echt een tof project, dat wordt door de tweedejaarsstudenten wordt dat georganiseerd, is een zangwedstrijd. En die zangwedstrijd is tussen het Twickel College en de Montessori hier in Engelo. Dus daar worden verschillende liedjes in gestudeerd in de onderbouw in klas 1 en in klas 2. En leerlingen van de Montessori strijden tegen leerlingen van het Twickel College. En dan de beste zanger of zangeres, die kan dan een grote bokaal winnen. Afgelopen jaar heeft een leerling, Jonna, van het Montessori gewonnen. Een fantastische zangeres. En komend jaar gaan wij strijden met Twickel om die bokaal weer binnen te halen. Goed.
Daarnaast hebben we nog, even kijken, een poëzieavond. Ook een bijzondere avond waarbij er zelfgemaakte gedichten worden voorgedragen. Het is ook een beetje een singer-songwriter-avond waarbij leerlingen die eigen nummers schrijven, dat kunnen laten horen. Volgens mij heb ik best al veel verteld. Ik snap dat je dit allemaal niet kan onthouden, maar dat is ook helemaal niet erg. Dat hoeft ook helemaal niet. Veel kun je op de site terugzien en nog weer terugluisteren. Maar weet je, zo'n online avond, informatieavond, ik snap dat dat ontzettend lastig is. Ik schuif aan deze kant. Yes. Zit ik in het licht? Ik snap dat dat heel erg lastig is. En je hebt een beetje sfeer kunnen proeven, maar nog niet echt. Hè? Misschien vind je het heel moeilijk om een keuze te maken naar welke school je wil. Dus wat we, voordat we de vragen gaan beantwoorden, nog even willen zeggen is, op 17 februari hebben wij hier een VIP-tour. Je kunt je ook, kijk, dat staat al op de dia, je kunt je ook opgeven voor minilessen of die VIP-tour door de school op 17 februari. Doe dat. Kom bij ons kijken. Kom sfeerproeven en kom kijken of deze school bij je past. Dat is hartstikke belangrijk als je het moeilijk vindt om een keuze te maken. Misschien denk je, ik weet het al lang, ik wil heel graag hiervoor aanmelden. Tof, weet je het nog niet, helemaal niet erg. Kom kijken en kom kijken of dit jouw school is. Heb je dan nog vragen of je denkt van, ik vind het moeilijk om dat in de chat te vragen. Ik wil niet dat dat hier behandeld wordt. Dan mag je altijd je vraag mailen. Geen enkel probleem. Ja, en wellicht hebben wij het aan het begin even vergeten te vertellen. Mocht je vragen hebben, typ ze in de chat, dan komen ze bij ons binnen. Dan kunnen wij de vragen beantwoorden. Ik zit even te kijken, zullen we samen beantwoorden. Hebben we een aantal vragen erin staan? De vraag die ik even voorbij zie komen, die heb ik vanavond inderdaad een keer eerder gehad. Als ik me aanmeld voor een talentprogramma, moet dat nu al straks bij de aanmelding? Of wanneer moet dat eigenlijk? Aanmelden kan in maart bij de aanmelding. Dus op het moment dat je ons eventueel voor onze school aanmeldt, kun je je ook aanmelden voor de talentprogramma's. Mocht je het eigenlijk nog niet zo zeker weten en denken van, ik wil eigenlijk even kijken, hoe gaat het nou op school? Kan ik het allemaal qua huiswerk, vriendjes, vriendinnetjes? In eind september, begin oktober meestal, ergens voor de herfstvakantie, dan komen we nog even de klassen langs om te vragen van, goh, zijn er nog leerlingen die zich nog niet hebben aangemeld voor het talentprogramma, maar dat toch nog wel graag willen doen? Dan is die optie daar om dus ook later nog aan te melden. Dan zou het eventueel nog kunnen. Dat vinden we wel jammer natuurlijk als je je aangemeld hebt. Maar mocht je dan tot de conclusie komen van, goh, het is toch allemaal best wel veel. De nieuwe school, nieuwe indrukken, huiswerk maken. Had ik allemaal niet bedacht dat het me zoveel tijd zou kosten. En ik kan eigenlijk die anderhalf uur, hè, van 3:30 tot 4. Daar red ik het allemaal niet, denk ik. En je moet niet in de stress schieten. Dan zou je op dat moment eventueel nog even weer terug kunnen trekken. Ja. Wat we vinden is eigenlijk dat op het moment dat je begint, rond de herfstvakantie, dan blijf je ook tot het einde van het jaar. Ja. Je werkt eigenlijk overal, dat is bij muziek, dat is bij, je werkt naar een product toe aan het einde. Kijk, en als je zegt van, we maken een voorstelling bij muziek, dan is het gewoon heel vervelend als die iemand halverwege stopt. Want ja, dan de drummer is in één keer weg. Ja, dat is gewoon. Ja, of de gitarist, dat is gewoon jammer. En dat kun je allemaal bij ons leren. Ja. En misschien ontdek je wel dat je een fantastische basgitarist bent. En als je er dan mee stopt, dat is gewoon jammer. We hebben iedereen dan nodig. Ja. En eigenlijk gebeurt dat niet zoveel. Dus. Nee. Nee. Ik zie nog een vraag binnenkomen. Kun je ook voor meerdere talentstromen aanmelden? Ja, dat kan. Je kunt, als het op een verschillend moment wordt gegeven, dan kun je er aanmelden voor twee talentstromen. Gebeurt niet zoveel, omdat het, je bent... Het eerste jaar, dat geeft al veel indrukken. Het is best wel eventjes wennen ook, hè, aan het maken van huiswerk. Misschien moet je een stuk fietsen. Het kan zijn dat het veel tijd kost en energie kost. En een talentprogramma is van 3:30 tot 4. Zeg je nou, weet je, het gaat me allemaal zo goed af. En ik wil dat echt en ik zie dat dit. Tuurlijk mag dat. Het gebeurt gewoon niet zo vaak. Meestal is het dat leerlingen zich aanmelden voor één talentstroom. Ja. Even kijken, nog vragen? De vraag, dat ging misschien even snel, de leerlingenraad. Wat doet bijvoorbeeld de leerlingenraad? Stel dat je het leuk vindt om dingen te organiseren, om betrokken te zijn bij hoe gaat alles nou in school en welke beslissingen worden er genomen, dan zou je ervoor kunnen kiezen om een zitting te nemen in de leerlingenraad. De leerlingenraad bij ons bijvoorbeeld, die helpt bij de organisatie van de volleybalnacht. De gymdocenten die organiseren het volleybalgedeelte. Maar de leerlingen van de leerlingenraad, die organiseren alles wat er omheen komt. Nou,
afgelopen jaar is die helaas door corona niet doorgaan, maar de organisatie was in volle gang. Het rampprogramma bijvoorbeeld, de leerlingenraad, die had met PlayStations, Formule 1 wedstrijden tegen elkaar, FIFA was er, dus daar hebben ze een heleboel PlayStations gereden, tv's erbij, de catering, bandjes in de zaal voor een stukje gezelligheid. Nou, dat zijn dan ook dingen die de leerlingenraad doet. De organisatie bij de kerstactiviteiten, organiseren van Sinterklaas evenementen, dat soort dingen is ook heel vaak de leerlingenraad bij betrokken. Hè? Dus mocht je dat soort dingen leuk vinden, ja, en zeggen van die organisatorische kwaliteiten, het iets voor een ander willen doen, ja, en dan kun je daar die talenten kun je daar heel goed inzetten. Ja. En kun je daar zittingen in nemen als je pas inzet? Ja. Geen enkel probleem. Zeker. En we zien wel, hè, dat er ook veel bovenbouwleerlingen in zitten. Organisatorisch kunnen we beter, staan we steviger in de schoenen. Kennen de school misschien ook al een beetje beter. Ja, ja. Maar je kunt zeker, zeg maar, als eerste klasse kun je daaraan deelnemen. Ja. En kun je juist leren van de bovenbouwleerlingen. Dat zie je ook in ons techniekteam. Er zijn jongens die al veel, een beetje door de wol geverfd, weten al veel van techniek. En eerste klasse leerlingen, die kunnen eigenlijk in de leer bij onze bovenbouwers. Ja. Echt te gek dat leerlingen dat zelf oppakken. Ja, ja. Ik zie eigenlijk verder geen vragen binnenkomen. En dan doe ik even een stapje achteruit, kijk ik onder de lamp heen naar de klok. Ja. Als er verder geen vragen zijn, dan bedanken we jullie voor jullie aandacht. Wij gaan de presentatie nog een keer doen voor mensen die eventueel wat later binnen zijn gekomen. Dus mocht u net binnenkomen of net een paar minuutjes zijn en denkt, ik heb nog volgens mij wat gemist. Wij gaan de presentatie nog even één keer doen. Mocht u belangstelling om nog even ergens anders te kijken, ergens anders aansluiten, ga gewoon naar een andere kamer. Wij gaan de presentatie gewoon nog een keer doen. Maar wij danken jullie voor de aandacht. En bedankt en we hopen jullie te zien, hè, op 17 februari op bij de mini-lessen. En als je daar niet bent, wellicht tot in september. Yes. Doei. Doeg. Doe even weer. Het geluid. Blauw aan, we gaan gewoon direct verder. Direct verder. We gaan direct verder. Nou, welkom bij Doe Nogmaals, talentmaximalisatie. We gaan even groot scherm. Ik ga zo even uitleggen wat talentmaximalisatie is. En we doen dat in twee onderdeeltjes eigenlijk. Talentmaximalisatie binnen de les en buiten de les. Marike die vertelt straks iets over buiten de les. Maar allereerst, wie zijn wij eigenlijk? Mijn naam is René Hoek. Ik ben docent LO hier op school. Oftewel de gymleraar. Ik geef les in de onderbouw en ik geef les in de bovenbouw. De bovenbouw geef ik ook nog gym als examenvak, bij een BSM, wegen sport en maatschappij. Dus je kunt hier op school zelfs examen doen in gym. Naast mij Marike, stelt zich ook even voor. Ja, ik ben Marike Semmerkrat. Ik geef hier het vak muziek. Muziek is een 3-uurs vak hier in de onderbouw. 3 uur per week muziek in klas 1 en 2 en 2 uur in klas 3. En ook kun je hier examen muziek doen in de bovenbouw. Ik geef ook in de bovenbouwles. En daarnaast ben ik ook mentor van een 2H ateneum klas. Volgend jaar ben ik weer mentor van een eerste klas. En als je mentor bent van de eerste klas, dan neem je je klas mee naar klas 2. Dus als ik je mentor word, dan ben ik 2 jaar lang misschien wel jouw mentor. Fijne avond nog. Bedankt voor jullie aandacht. En wellicht tot ziens. Bedankt. Doei. Doeg.